geen megaspectakel voor 50.000 man, zoals in de Kuip. Maar een intiem no-nonsense concert voor maar 1800 uitverkorenen. Dat was het optreden van de Rolling Stones in muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. Voor de fans de meest gewilde show van de reeks van 6 in Nederland. Hier konden ze even heel dicht bij hun helden zijn, die ook nog eens een compleet ander repertoire lieten horen. De Stones een keertje als gewone stervelingen in een kleine zaal. Een uniek concert dat tot middernacht doorging. Voor de meesten was het alsof de Stones bij ze in de huiskamer stonden. Zo dichtbij, bijna een privéoptreden. En een beetje onwerkelijk. De Rolling Stones een keer niet als onbereikbare supersterren, maar als bewogen muzikanten op een klein podium. Ik moest huilen. Briljant. Echt niet normaal. Wereldklasse. Jongensdroom. Fantastisch. Het was mijn 24ste en de allerbeste die ik ooit gezien heb. Volstrekt absoluut briljant. Nooit meer lullen dat ze moeten ophouden. Zure oude mannen die dat schrijven. Vredenburg, een paar uur voor het concert. Fans en VIP's, dat zijn de gelukkigen. Ze hebben heel weinig of juist heel veel moeten doen voor een kaartje. Een hele dag vrijgenomen, een hele dag achter de computer gezeten, achter internet. En zo heb ik een kaartje gekregen. Via de directeur van de platenmaatschappij. Dat is een jongen die ik ooit bij Arcade nog heb aangenomen. Die is daar de directeur. Ik heb er 1000 euro voor betaald. 1000 euro? Officieel kostte het maar 55 euro. De Stones zullen hier zwaar op toeleggen. Het is zo dat deze plaats, Nederland, is een van de weinige landen op de hele wereldtournee überhaupt waar dit soort concerten plaatsvinden. Het is een bewuste keus van hun om dat hier in Nederland te doen, omdat ze het heel leuk vinden in Nederland. Een grote wereldact in een kleine zaal. Dat betekent strenge veiligheidsmaatregelen. Ik vind de atmosfeer buitengewoon relaxed. Maar iemand die probeert binnen te komen zonder kaartje, die zal toch inderdaad merken dat het een soort Fort Knox is. Everybody quiet please. If we see you in the venue with a camera, you will not see the show. We will take you out. So don't use your camera. Maar wie er eenmaal door was, kan zeggen dat hij erbij was. Bij een van de meest exclusieve Stones concerten ooit in Nederland. Once I was a rich man. But never in my sweet, sweet life have I felt like this before. Hank, I'm going to slow it down a little bit for you. Can I edit the guitar up here a little bit, please, Webbins? Thank you very much. This one we do called No Expectations, right? Yeah.
you throw your pearls of swine. And as I watch you leaving me, you pass. Het was een geweldig concert daar in Vredenburg. Helaas maar 4 minuutjes, maar in ieder geval waren het 4 minuutjes. We hoopten dus iedereen vanavond blij te maken met een geweldig concert van de Rolling Stones. In ieder geval 50.000 mensen hier en miljoenen mensen thuis ongetwijfeld. Maar helaas, het is dus niet anders. Maar we gaan nu wel voor de trekking van de hoofdprijs van deze maand.